You are so the one per person. What is big and old till I am? Yeah. But you much much years than me. Yes. Mm. 11 years older. Yeah. You told your wife. You told your wife. Yes. 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 How old is your wife? Huh? How old is your wife? 41. 40. Young wife. Yes. Mom. Nu gaan we even de plantage bekijken. Dit is een son, father, yes, son, and hadu. En hadu, yes. 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 Goedemorgen allemaal en welkom bij Patricius Pad. Ik ben zojuist naar de appelplantage geweest samen met Hadou. De man is best fier op zijn plantage en dat mag ook best wel. Maar nu ga ik eerst even op de kaart laten zien waar we zijn. Hè? En wat het plan is voor vandaag. We zijn nu in Ifran. En het is de bedoeling om naar Agudal te rijden. We gaan dat niet rechtstreeks doen. Ik ga proberen om... ja, dat eerste stuk dat zal via een hoofdbaan zijn. Om dan naar beneden te rijden via kleine wegjes. En ik hoop Cirque de Jaffar te kunnen bereiken. Dan zou het verder door naar beneden gaan via piepkleine wegjes naar Agudal. De bedoeling is om daar te overnachten. Dat is samen ruim 300 kilometer. Ik verlaat nu mijn accommodatie. Dat was toch wel een aparte belevenis. Ik was hier de enige gast, heel gastvrij, ontvangen, heel behulpzaam. Maar over alles moet onderhandeld worden. Hè. Zelfs over de review die ik moest gaan schrijven op Google, over het verblijf. Hij vulde dat zelf alle 5 sterretjes in en dan moest ik nog zeggen hoe goed het wel was en dan hoefde ik geen taxkosten te betalen. Normaal 1 euro, maar dat hoefde ik dan niet te betalen. Uiteraard heb ik dat gedaan. Ja, zalig. Ik heb de man zijn plantage, zijn appelplantage mogen bezoeken, een appeltje erbij gekregen. Het ontbijt was heel uitgebreid, maar toch een beetje typisch Arabisch. En dat is wel even aanpassen toch. Veel zoetigheid ook hier. Hè. En dat is niet echt mijn ding. Maar goed, ik ben nu op weg naar Agudal, 300 kilometer verder, over zeer kleine wegen. In het begin is het nog een geasfalteerde weg, maar ik denk dat het later onverhard is. Oké, het is ondertussen al 9 uur gepasseerd. In België is dat 10 uur. Dus ik ben laat. Dus laten we maar vertrekken. Hè. Come on, let's go! Ifran gaat door voor een toch wel wat rijker stadje, beetje mondainer en het is hier dus ook allemaal wat duurder. Hè. Maar ik heb dus overnacht net voor Ifran. Dat is wat je doet als je budgetvriendelijk reist. Hè. Mooie huizen verscholen achter het groen. Ja. Niks te kort.
roeiapens, hè. Maar waar ben ik nu beland? Hallo? English, yes. Okay. Ah, yes, very good. Ja, of dit de juiste weg is, dat weet ik niet, zelé. Maar die mannen zeggen van wel. Zeg, dat is toch niet de normale weg, hè? Dat kan niet. Ik denk dat het een goede oefening is tegen straks. Ja, de ene ezel zet de andere ezel omver rijden, dat mag niet, hè. Dat gaan we niet doen. Ja, het blijft een indrukwekkend landschap. Hier is het redelijk vlak, maar ik ben helemaal omringd door het gebergte, hè. En een uitstekende weg waar ik nu over rij. Maar het is ook de enige weg. Voilà, we zijn weer doorgemogen. Ik heb de indruk dat het vooral de Marokkanen zelf zijn die gecontroleerd worden, maar niet zozeer de toeristen. Een beetje maanachtig. Waar ze een asfaltweg hebben doorgetrokken. En voorzien van mooi weer. Het is ondertussen 26 graden en het is 10:30. Prachtig, hè. Ze hebben hier gewoon die weg daartussendoor gehouden, denk ik. Met de piqueur, de goede piqueur. Alhoewel, hier is een beekje, dus het zal wel een valleike geweest zijn, hè. Maar echt wel mooi, hè. Het blijft een prachtig landschap. Je kunt er eigenlijk niet genoeg van krijgen, hè. Ah ja, ik wou zeggen, het is niet zo hoog, maar het is wel 2143 meter hoog. Door de erosie is al die aarde helemaal herschapen in rare vormen. Volgens mijn display kan ik nog 674 kilometer rijden met deze navbak. Dus dat is nog eens gesproken over een volle naftank, hè. En hoe komt dat? Ik ben dus juist gaan tanken en dat stopte niet automatisch. Met als gevolg dat dat ferm overliep. Maar die man, die heeft me heel goed geholpen. Heel veel water erover, opgekuist met de zeenvel. Dus nu is het proper. Ja, dat kan, hè. En dat is nog eens iets anders, hè. In een dor landschap, plots dit. Leg het maar uit. Het zal een oase zijn. En hier... Hallo? En hier worden appels geteeld, hè. Appelplantage.
is toch een andere manier van leven, hè. Maar het is hier wel mooi, moet ik zeggen. Om westerns op te nemen. Alleen de cactussen ontbreken nog. Bonjour, bonjour. 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 Vriendelijke mensen, hè. Dat houd je toch niet voor mogelijk. Wat dat betreft kunnen we in België toch nog veel van die mensen leren, hè. Als we bij de bakker staan, we kijken de andere kant uit. Bonjour. Ja, mannen. Café Tagout. Bonjour. Ja, dan zijn we echt in the middle of nowhere, hè. Wel boeiend op deze manier. Mooi, hè? Ja. Aha. Zover als dat je kunt zien. Allemaal zo leeg, zo dor. Met daartussenin die appelplantages in het groen. Ik ben nu op weg naar Cirque de Jafar. Dat zou een mooi punt zijn volgens de kaart, maar ik heb er geen flauw idee van eigenlijk wat me te wachten staat. Alleen dat de weg er naartoe niet gemakkelijk is en dat 34 kilometer van dit soort wegen is, hè. Onverhard. Allee, op hoop van zegen. Ik zal maar aan de andere kant rijden. Als ik dan val, val ik toch niet in een afgrond, hè. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je Jafar. Jafar. Oui. Je rentre à la maison pour tourner que 5 minutes. Aspirine la tête. Aspirine? Aspirine la tête. Ah. Moi, je n'ai pas aspirine. Moi, je n'ai pas. Non. Choukran. 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 Au revoir. Choukran. Combien de kilomètres? Jafar. 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 Ah, du coup, double. Jafar. Je ne sais pas, je vais te Paresté. 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 Jafar. Ah, merci. Choukran. Choukran.
En onder mij, dat is mulle zand en kiezel. Dus het is zo verschietachtig soms. Is het wel verantwoord zo alleen, hè? En het wordt er niet breder op, hè? Na ongeveer 10 kilometer heb ik beslist om terug te keren, want ik moest nog 27 kilometer rijden tot in Tjafar en dan moest ik ook nog eens 34 kilometer terug en het zou dan te laat worden. Het zou donker zijn vooraleer ik in Agudal zou komen en dat ik rijd liever niet in het donker. Zo mooi is dat. Rood, alle kleurschakeringen van rood en bruin. Hè. Magnifiek is dat. Waar vind je dat nog? En nu gaat het naar Agudal. Dat is nog een 130 kilometer. En ik weet niet, ik heb geen idee van hoe de weg er gaat uitzien. Hè. Maar dit is toch wel prachtig, als je het mij vraagt. Dus dat is niet schön. Dat is zeer schön. Eén groot natuurpark. En ik rij hier alleen rond. Hè. Af en toe is iemand die stopt om te vragen of alles oké is. Dat is dan. Maar ik weet niet of je er wilt wonen. Leme huisjes met toch een satellietschotel, antenneschotel. Apart, hè. Maar ik heb een wespensteek opgelopen in mijn hals. En dat vind ik minder fijn. Oei. Dat is hier nogal een damp, zeg. Je kunt dat nu niet zien, hè. Dat is de ene kant. Dat is de andere kant. Spectaculair. En daar staat iets geschreven. Maar ik zou het niet weten. Kijk eens waar we staan. Dat kan tellen, hè. Dat kan tellen. Dat is daar de dam. Daar. Maar ik heb niet de indruk dat er echt veel water in het bekken staat, hè. Gelukkig staat die er nog wel. Ja, dat is een weg en dat is geen weg, hè. Dat is... Wat is dat? Soms is dat weer hard. En dan meestal is die weg gewoon weggespoeld. Ik denk dat ik het mezelf niet gemakkelijk gemaakt heb. En dat is ook te merken aan de drukte. Er is er geen drukte. Af en toe is een brommerke. Soms is er een weg en dan is de weg weg, hè.
Ik heb geluk dat er niet te veel water in de rivieren staat. Anders had ik een probleem. Denk ik. Ik denk niet dat ik daar door kan. Nu heb ik hier een uur gereden. En dan kan ik niet door. Ik ga je laten zien wat er gebeurt. Hier, dat zou nog lukken. Dat zou nog lukken. Maar dan kom ik hier. En hier kan ik niet langs. Dat ga ik niet doen. Daar is mijn motor te breed voor, ik zal het zo zeggen. Dus moet ik op mijn stappen terugkeren. Dat is erger. Dat is erger. En de tijd begint te dringen.